en je noemde net zelfsturing, want dat is wat jullie uiteindelijk gedaan hebben. Hè? Jullie zijn zelfsturend gaan werken of jullie zijn nog net kantelen naar zelfsturen? Ja, het is meer de organisatie die, kijk, dit is een proces wat wij met elkaar hebben gehad, is wel, heeft indirect wat te maken met zelfsturing. Dat je de verantwoordelijkheid neerlegt bij gewoon het individu. Dus dat je je eigen talent ontwikkelt en dat je mag zijn wie je bent. En dat we kijken naar nou ja, het beste uit jezelf halen. Dat is wat Johan ook vaak aangeeft. Ja, hoe haal je het beste uit jezelf? En daarmee acteer je op volle sterkte en volle kracht. Dus dat, en daarmee zien we dus ook een organisatie op een hele andere manier. Dat je dus, je stelt de mens centraal met zijn of haar talent. En je kijkt of je goede teams kunt maken waarin talenten bij elkaar passen. En daarmee kun je heel succesvol zijn in de slagvaardigheid en in het bereiken van je doelen. Zonder dat het al te veel energie kost, omdat je elkaars energie aanvult. Dus dat is een hele andere manier van denken en handelen en acteren. En daar past heel goed zelfsturing bij, dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid en de proactiviteit naar voren brengen, naar voren halen. Voor heel veel mensen is het ook eng, want dat betekent dat er veel meer van je wordt verwacht. Dat zijn ze in organisaties niet gewend, altijd. Terwijl je thuis, zeg maar, doe je alles. Regel je alles, zorg je voor de hypotheek, je vaste lasten. En, ik bedoel, zijn mensen echt capabel om allemaal zelfstandig te wonen? Hè? Er zijn maar weinig mensen die begeleid wonen. En als je in een bedrijf komt, dan opeens moeten we begeleid worden. En dan missen we die zelfstandigheid. Ja, het is eigenlijk ridicuul. Maar dat is het systeem waar we in zitten. En wij hebben zoiets van, ja, we zijn een beetje klaar mee met die wereld. We willen gewoon met volwassen mensen werken die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En die prima ook die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dus wij geven veel vrijheid en we vragen veel verantwoordelijkheid. En daarmee ga je gelijkwaardig met elkaar om. Dus in zelfsturing is er ook een gelijkwaardigheid. Je hebt allemaal talent en dat moet je laten zien. En daar word je ook voor binnengehaald. En het team bepaalt ook de verbinding die je hebt met iemand. En de waardes die je geeft, ja, die zijn erg geënt op. Heb je een klik met elkaar en komt de energie vrij. Waar we nu volop mee bezig zijn, is eigenlijk, zeg maar, de vorm geven aan die nieuwe structuur. En dat is niet iets wat zomaar uit een boekje komt, of het is niet al bedacht. Het moet ook de manier zijn waar wij een goed gevoel bij hebben. En je zou kunnen zeggen, van elke dag zijn we een soort bladzijde van een boek aan het schrijven, waarin je die way of life, of way of work, vorm probeert te geven. En het mooie is, als je kijkt naar wat er dan ontstaat in bijvoorbeeld in teams, in winkelteams, of binnen de bakkerij of op het servicecentrum, waar mensen de dienst verlenen, dienstverlenend zijn naar de teams. Dat er hoogtepunten zijn en dieptepunten. En als je die hoogtepunten, die mooie volgorde laat zien aan elkaar, dan word je er eigenlijk heel erg enthousiast van. En dan ga je naar een soort werkvorm toe, een samenwerkingsvorm toe, die ergens goed voelt. En het is niet altijd helemaal te beschrijven, maar het wordt wel een mooi voorbeeld van, hey, dat werkt. En dat is uiteindelijk de learning by doing, hè, de dingen ontdekken met elkaar, hoe die nieuwe manier van werken moet zijn. En dus het is echt even zoeken ook, met heel veel vallen opstaan, met hoogtepunten, dieptepunten, naar een nieuwe manier van werken. En of dat zelfsturing heet, zelf organiseren. We zijn geïnspireerd door Ricardo Semler, of we zijn geïnspireerd door heel veel mooie mensen die het gras voor onze voeten hebben weggehaald. Maar dat is niet de manier hoe wij het letterlijk willen doen. Wij zoeken naar een manier die bij ons goed voelt, wat van binnenuit komt, wat past bij ons karakter, bij onze waardes, bij onze ambitie. En dat is eigenlijk een ontdekking waarin we steeds duidelijker voor ogen krijgen, hey, dat is hoe we het willen. Want we geloven er heilig in dat het op deze manier veel mooier kan. Maar hoe we het doen, ja, dat is ook gewoon elke dag ontdekken. Dat is wel grappig. In zekere zin praten jullie best wel vaak, hè? Over het moet goed voelen en moeten het ontdekken en vallen en opstaan, mooie ervaringen. Maar je moet wel elke dag gewoon zo'n stapel brood in die winkels liggen. Dus... Ja, maar dat is het doelmatige. Dus kijk, ja. In principe is dat allemaal wel bekend. Maar het gaat om die zachte waardes, of die, zeg maar, wat onderuit zit, wat niet zichtbaar is. De zichtbare dingen. Het borgen van processen of procedures, dat je elke dag brood moet maken, of dat de gast bediend moet worden, of het brood moet worden gesneden. Dat zijn allemaal functies, ja, dat is heel functioneel, dat is eigenlijk heel bazaal. Dat is niet zo moeilijk en daar kun je dingen voor op papier zetten. Maar het gaat om de menselijke kant en de gedragskant die het onderscheid maakt. En hoe vaak zeg je niet van, ja, als je ergens binnenkomt, heb je een gevoel.
direct van, oh, het is hier gezellig of nou, het voelt niet lekker hier. Het zijn dingen die we vaak niet kunnen benoemen, maar wel aanvoelen. En die dingen maken wij meer zichtbaar. En dat is eigenlijk in de samenwerking precies hetzelfde. Soms heb je met collega's dat ja, de ene groep die bespreekt wel dingen met elkaar en de anderen zijn heel erg introvert en gesloten. En die komen er jaren pas achter wie de ander echt is. Nou, en dat zijn dingen waarvan wij zeggen van ja, dat is juist belangrijk om elkaar te begrijpen en om met elkaar echt te kunnen samenwerken, dat je elkaar ook echt kent. En dan kom je dus veel dichter bij de persoon, dus dan is het zakelijke gaat er veel meer af en het persoonlijke komt veel meer naar voren. En dat is zeg maar het grote verschil in ons werken. In onze werken hier maken we echt verbinding met mensen, of moeten mensen met elkaar ook verbinding maken. Dat is het grote verschil. En als we dat terugkijken naar waar dat wel gebeurt, dan zie je eigenlijk dat dat wel gebeurt in, vaak in de sport. Als je succes wil maken met een team in teamsport, moet je heel erg goed naar die verbinding kijken, de onderlinge samenwerking, om een teamprestatie echt optimaal te kunnen benaderen. En het is eigenlijk gewoon net als thuis. Thuis loopt alles vanzelf, maar heel vaak zeg je van ja, weet je, dat voelt niet goed, het zit niet, het gaat niet lekker. En dan zijn het vaak de dingen die je aanvoelt, waardoor het, ja, waardoor je eigenlijk elkaar ontgroeit bijvoorbeeld, of dat je zegt met de kinderen loopt niet lekker. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden die heel belangrijk zijn om uiteindelijk een onderdeel te vormen van je geluk. Want ja, we leven in een samenleving waarin we eigenlijk in de basis hebben we heel veel. We zijn maatschappelijk gezien zijn we heel welvarend, de een wat meer, de ander wat minder, maar in de basis hebben we het echt niet zo slecht. Maar daarmee zijn we niet gelukkiger. En wat wij proberen naar voren te brengen is dat het geluk zit dus in die niet uitgesproken zaken en in de echte verbinding. En dat is met klanten, met gasten en met onze mensen onderling.